Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRD. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de Gama. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Koos Snel. Zing met ons mee, zing, 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 zing met ons mee. Doe zing een liedje mee. Kent u die wijsjes nog van vroeger? Zing met ons mee. Oude liedjes brengen ons herinneringen. Die gaan herleven door ze weer opnieuw te zingen. Waarom niet zing met ons mee? Tja, waarom niet? Zing mee met Truusje Koopman, Sonja Oosterman, Jenny Roda, Dick Doorn en John de Mol. Die worden begeleid door de windmolens onder leiding van Johnny Holshuizen. Wij nodigen u allen uit en heeft u idee. Het is simpel, dus waarom niet zing met ons mee? Dag, schattenboutje, dag, aardig vrouwtje, dag, lieve kleine meid. Mag ik het wagen, jou iets te vragen, zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig, maar waarom ben je toch altijd zo nukkig? Dag, schattenboutje, dag. Aardig vrouwtje, zeg, heb je even tijd? And a good chip, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop where bonbons play on the sunny beach of Peppermint Bay. Oh, lemonade stands everywhere, cracker jack pans fill the air and there you are, happy landing on a chocolate bar. See the sugar bowl, do a tootsie roll with a great big lemon cheesecake. If you eat too much, ooh, you'll awake with a tummy ache. And the good ship, lollipop, it's a night trip. Into bed you hop and dream away. And the good ship, lollipop. S'avonds bij het licht der sterren, kijk ik even naar de maan. Die lacht mij dan toe van verre. Zou zij soms mijn wens verstaan? Zou zij weten wat mij scheelde? Eenzaamheid die maakt me ziek, ik zoek naar romantiek. 'S Avonds bij het licht der sterren kijkt de maan mij guitig lachend aan. Zou zij soms mijn wens verstaan? Schön, dass du wieder bei mir bist. Ich hab dich immer so sehr vermisst. Du bist für mich das Leben. Du kannst mir alles geben. Schön, dass du wieder bei mir bist. Ich hab dich oft und so gern geküsst. Nun wirst du immer bei mir sein. Dann bin ich niemals mehr. Een gedeelte uit het AVRO-programma Zing met ons mee, gestart in 1958, dit was een opname uit 1959, waarin Music, 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 de hit van Therese Brewer, door het hele gezelschap, die hit stamt uit 1950, Dag Schattenboutje van Jack Bulterman uit het repertoire van de Ramblers in 1941, Dick Doorn soleerde, Truus Koopmans deed de, hoe heet zij ook alweer, dit kleine meid, met on the good ship lollipop Shirley Temple. Ja, ze deed Shirley Temple na in 1934. 'S Avonds bij het licht der sterren, liedje van Willy Rex uit het repertoire van de Ramblers, opgenomen in 1944. Maar nu hoorden wij John de Mol, de vader van Linda en John. En daarnet Jenny Roda met Schön, dass du wieder bei mir bist uit het repertoire van bijvoorbeeld Rosito Serrano en Rudy Schurke in 1941.
Zing met ons mee was er tot in de loop van de jaren 70 met ook andere solisten zoals Connie Vink, Dick Rienstra en dergelijke. Worden nu niet soleren Sonja Oosterman, want die zat er ook bij en die werd opgevolgd door Annie Palmen. De AVRO, daar gaat het over, Schravenlandsweg 5052, dat werd per ongeluk of plots het nieuwe adres van uw geliefde omroep, RTI Hilversum. Ja, daar moet ik natuurlijk iets mee doen, hè, met de geluiden die klonken aan de Schravenlandsweg. Het gebouw dat op 2 juli 1936 werd geopend, anderen zeggen 5 juli, maar de meeste bronnen toch 2 juli. En dat is dan bijna 80 jaar geleden. Onder andere trad het er ook op het AVRO Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. Dat was al een derde lichting in 1938. Op 8 december 1938 een uitzending met als omroeper Karel Nort. Hier is Hilversum de AVRO. Na de tune Crazy Rhythm. Duidelijk Dick Willebrands, een van de leden van het orkest, op gitaar Hans Vlieg. De rest van de naam is niet zo bekend. Er werd bij gezongen door Lammy van de Hout, hoorden wij nu niet. Dat kwam in de oorlog wel naar voren toen Klaas van Beek met zijn dansorkest platen maakte. Maar het AVRO Dansorkest dat werd in juli 1940 ontbonden vanwege de oorlog. Klaas van Beek zou na de oorlog vooral bij de KRO gaan werken. Dansorkest, ballroomorkest, amusementsorkest enzovoort. Volgende week maak ik een tweede programma over Schravenlandsweg 5052. Dan hoort u ook flitsen van de opening op 2 juli 1936. Het AVRO Concertorgel, dat tegenwoordig het Pierre Palla Concertorgel heet. Allerlei orkesten van de AVRO bij elkaar in een speciale kapelmeestereditie. Het hoorspel, de Bontenisse Haventrein enzovoorts. Allemaal klanken die uit de studio aan de Schravenlandseweg in Hilversum kwamen.
Ook Bob Scholten zong daar vaak in de bonte dinsdagavondtrein. Hij leefde van 1902 tot 1983. Had successen als Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Tante To heeft radio. Korenbloemen blauw. Ook veel na de oorlog. Maar toen was hij niet meer verbonden aan de AVRO. Was er ook niet echt aan verbonden. Maar zong vaak bij het orkest van Kovacs Lajos. Dat is eigenlijk Louis Schmid. Die leefde van 1886 tot 1974. En in dat orkest zaten Pierre Palla, de organist, Frans van Capelle, de accordeonist, Eddy Meenk van de Decibels, een van de voorlopers van het Afrodansorkest, en Benedict Silberman, die dirigent zou gaan worden van het Promenadeorkest. Bob Scholten die zong in 1939 Boom's Daisy. Ieder wil bij tijden, dat is nogal glad, zich wat vreugd bereiden, en nu weet ik wat. Hoor naar de nieuwe attractie, een wals met een boom als reactie. Dat is de Boomse Daisy, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de Boomse Daisy, ben je niet chance wat de mans. Bij de Boomse Daisy maakt amor vast geen abuis. Door de boom van de Boomse Daisy boemel je naar het stadhuis. Met je handen klappen, dan je knie een bens. Je wordt door die grappen heus een ander mens. Dan komt de boomsituatie. Dat botsen, dat is een sensatie. Dat is de Boomse Daisy, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de Boomse Daisy, ben je niet chance wat de mans. Want bij de Boomse Daisy maakt amor vast geen abuis. Door de boom van de Boomse Daisy boemel je naar het stadhuis. Zie je nu een paardje, ogenschijnlijk kwaad? Zwijg, want niets verklaart je waar hun slaan op slaat. Wil er geen aandacht aan schenken? Het kan twee zijn, maar ook kun je denken. Dat is de Boomse Daisy, het is toch zo'n aardige dans. Ken je de Boomse Daisy, ben je niet chance wat de mans. Want bij de Boomse Daisy maakt amor vast geen abuis. Door de boom van de Boomse Daisy boemel je naar het stadhuis. Vast geen abuis, door de boom van de Boomse Daisy, boemel je naar het stadhuis. Boomse Daisy, Nederlandse tekst van Jacques Bes. Bob Scholten bij het orkest van Kovacs Lajos in 1939. Ik moet nog even melden dat dat Crazy Rhythm, gespeeld door het Avro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek, een compositie was van Joseph Meyer en Roger Wolf Kahn uit 1928. En de bladmuziek daarvan is te vinden op www.muziekschatten.nl. Op 20 januari 1946 startte de Red, White & Blue Stars onder leiding van Willy Kok. Spoedig heette ze de Skymasters onder leiding van P. Scheffer. In 1951 onder leiding van Beb Robot. Tot zijn dood in 1968. Daarna dirigent als Sander Sprong, Tony Nolte, Herman Schoonewald en Tony Eijk. Tot 1986 was dat orkest te horen bij Avro Swingtime. Maar dat kwam vanuit Nick Vollebrechts Descafé in Laren. Dus niet meer uit de Avro Studio. Nu wel, in juli 1962, met als omroeper Emiel Kellenaars. Kellenaars was ook regisseur van hoorspelen. En getrouwd met hoorspelactrice Eva Jansen. Dit zijn de Skymasters onder leiding van Beb Rowald. Met zang van Joke van den Burg, Jan van der Most en Eddy Meenk. Arrangeur Walter Kalischnik.
De Skymasters openen met Should I. Should I van Arthur Freed en Nancy Herbie Brown door de Skymasters onder leiding van Beb Rowald, juli 1962. Op muziekschatten.nl is de platmuziek te vinden van het arrangement van Jaap Hofland van de Melody Diggers bij de KRO. Volgens mij was dit een arrangement van Jack Marshall, die heb ik dat wel eens zo horen spelen, dat Should I. De Romancers onder leiding van Gerrit van Krevelen waren er al eind jaren 30 bij de AVRO en na de oorlog ook nog even, heette later het ensemble Gerrit van Krevelen. En toen kwamen de Romancers begin jaren 60 weer terug. Bij de Romancers zong eind jaren 30 Connie Stewart Franse chansons. En na de oorlog zong het trio de Swinging Nightingales bij de Romancers. Mia Kempen, Ans Heinendaal en René Bone. Mia Kempen werd opgevolgd door Sonja Oosterman en zij hadden hits met Kom erin, zet je hoed af en Als de spotvogel fluit, met de medewerking van Lammy van den Hout. Ans Heinendaal is getrouwd met omroeper Jan Boots. Was getrouwd, want ze zijn er allemaal niet meer. René Bone met AVRO-baas Ger Luchtenburg. Hier tijdens een repetitie in 1948 met Gerrit van Krevelen aan de piano, het liedje In het Hooi. Wanneer je erg verliefd van aard bent en dan een jongen wel de moeite waard kent en de zomer is in het land, dan trek je naar buiten samen hand in hand en stapt vol vreugde door het land. Maar je zou onverstandig handelen als je maar altijd door bleef wandelen, want het allermooiste is toch zitten in het gras. Je zoekt een stille plek, stoort je aan boord nog hek, komt op een land met hooi, wat is het hier toch verbazend mooi. Dit is een soort van paradijs, met appelbomen als bewijs. Wat zou je verder nu nog wensen? Als stilte en vooral geen mensen.
Oh, wat is het heerlijk met je tweeën in het hooi. De jongen is lief, het weer is zo mooi. Buren wil je blijven zo stil dromen naast elkaar. Hij uit je zachtjes door je haar. Je ziet de witte wolkjes drijven. Zo moest het eeuwig, eeuwig blijven. Oh, wat is het heerlijk met je tweeën in het hooi. Maar heb je daar een uur gelegen, dan valt de grond je wel een beetje tegen. Want die is toch tamelijk hard. En bovendien, hij is vochtig en ook koud. En daarop ben je niet gebouwd. Het wemelt verder hier van mieren. Wat zijn dat vreselijke dieren. Dat is lang niet leuk, want je vergaat nu van de jeuk. Er zijn daar buiten, daar ben je wel achter, heel veel bezwaren en bovendien ook een veldwachter. Die kerel schrijft je met plezier op een stuk officieel papier. Het is veel beter naar een plantsoen te gaan. Schalkje, schalkje, schalkje. Want nooit kwam je een zoen zo duur te staan. Eén bekeuring krijg je wegens zitten in het gras. Al ben je verloofd, het komt niet te pas. Eén bekeuring wegens het vernielen van het gewas. En dan het begin van ischias. En met je jongeren is een kwestie. En van de appelen indigestie. O, wat is het heerlijk. Met je tweeën in het hoor.
Rita werd in 1952 gespeeld door Hammond-organist Sid Hamilton. Dat was de schouwnaam van de Afro-organist Pierre Palla, die leefde van 1902 tot 1968. Hij was de bespeler van het Afro-concertorgel, dat ook in die nieuwe studio werd geplaatst op 2 juli 1936 geopend. Volgende week laat ik dat orgel horen. Het wordt gerestaureerd op dit moment. In de loop van dit jaar moet het dan in het muziekcentrum staan, in de oude Vara studio aan de Heuvellaan. En dan heet het Pierre Palla Concertorgel. Bernard Drucker heeft dat na de dood van Pierre Palla bespeeld. We hoorden de Swinging Nightingales met een grappig liedje. De makers zijn onbekend op deze glasplaat van het liedje In het Hooi. Marietje Jansen, niet alleen zus van Rikke Jansen, Zwarte Riek, die zong voor de oorlog cowboyliedjes als Mary Lou. Dat mocht niet meer in de oorlog. En toen ging ze Zuid-Amerikaans zingen. Noemde zich naar voetballer Zamora. Maria Zamora leefde van 1923 tot 1996. Speelde voor de Afro in de late jaren 40, begin 50. Eerst met de Amigos en toen heette ze de Muchachos. Hier nog de Amigos in 48, aangekondigd door omroeper Henk van den Berg. Muy buenos días, señores y señores. Aquí María Zamora y sus amigos. Vamos a cantar, vamos a tocar. La rumba. ¡Ale! La samba. ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Ándale, chicos! María Zamora en haar Zuid-Amerikaans orkest met exotische melodieën en exotische ritmen. Hier is Bailando la Guaracha. Thank you.
Marian Zamora y sus amigos in 1949. Want ik zei 48, nee, het was 49. Dat filmpje ook, waarop dat te zien is. Maar dan zie je maar een stukje. En dit was dan de hele opname met omroeper Henk van den Berg aan het begin. Eddie Christiani, hij is nu 98, die zong in de jaren 1949-1950 bij Harmonetto onder leiding van Tom Erich. Van 1956 tot 1963 bij Tom Erichs ensembles de Avroliens. Sommigen zeggen Avroliens. Ik kan me dat best voorstellen, want er staat Leans, Liens, maar het was toch Avroliens. Rare naam trouwens. De Avromelodiens daarna en Electrona naast Annie Dreuver en accordeonist Johnny Meyer. En van 1952 tot eind 1955 had Eddie een eigen ensemble. Dat stond aangekondigd in de gids als het Ensemble Eddie Christiani onder leiding van Frans Popti. En dit was de herkenningsmelodie, een liedje wat Eddie in de oorlog had gezongen in 1944. Als schijnt ze niet, jubel het uit, ik zing en ik fluit het hoogste lied. Ik had een meisje, zij was stapel op swing, ze was gewoon weg, weg. Van Frankie en Bing en wie er niet van hield, die keek ze geen ogenblik aan. Ik gaf van huis uit omdat swingen geen zier, maar ik dacht Eddie, doe dat kind een plezier. En daarom ben ik naar een leraar in dansen gegaan. Ik leerde bebop, boogie boogie en mambo in pluis, maar kreeg er kramp van in mijn benen en ruzie in huis. En toen die sport zo'n week of 10 had geduurd, trouwde mijn meisje met een man uit de buurt, de rentenier. Hij was ruim 20 jaar ouder dan zij. Niet sportief en niet muzikaal, lenig als een betonnen paal. Maar hij had een slee, een villa aan zee en een miljoen of twee. Ik kon nog niemand vinden die dit verklaren kan. Ik had een meisje, zij was stapel op swing, ze was gewoon weg, weg. Van Frankie en Bing en wie er niet van hield, die keek ze geen ogenblik aan. Ik ga van huis uit omdat swingen geen zier, maar ik dacht Eddie, doe dat kind een plezier. En daarom ben ik naar een leraar in dansen gegaan. Ik leerde bebop, boogie boogie en mambo. Maar kreeg er kramp van in mijn benen en ruzie in huis. En toen die sport zo'n week of 10 had geduurd, trouwde een meisje met een man uit de buurt, de rentenier. Hij was ruim 20 jaar ouder dan zij. Niet sportief en niet muzikaal, lenig als een betonnen paal. Maar hij had een slee, een villa aan zee en een miljoen of twee. Hoewel Eddie het meest succes had met walsjes als de kleine Greetje uit de polder en op de woelige baren, waren zijn swingliedjes toch wel erg leuk hoor, die hij bracht met zijn eigen ensemble tussen 52 en 55. Daar bij de waterkant zat daar bijvoorbeeld bij een Song Parade en dit liedje van Wim Popping en Johnny Hoes, Stapel op Swing.
Ze gingen hun eigen weg en die formeerde eind 55 een eigen orkest, voordat hij bij de Avrolians van Tom Erich terechtkwam. En violist Frans Pop die ging de Swing Specials formeren, speelde tot halverwege jaren 60 bij de Avro. En vanaf 62 ook als het quintet Frans Pop die bij de NCRV. Het verschil was, bij de Avro was een drummer, bij de NCRV niet. En dit was de tune. Swing Specials swingde op klarinet Willy Langerstraat, Frans Popti en zijn Swing Specials in 1956, compositie van Popti, Baby's Dream. Gerrit van Krevelen leefde van 1909 tot 1980, was de pianist bij de hersengymnastiek, leidde het Afrotheaterorkest, het ensemble Divertimento en de Romancers, dat zei ik al. In 1952 heette dat ineens het ensemble Gerrit van Krevelen. Op 14 december 1952 debuteerde daar een jonge zangeres uit Oldenzaal, nu 82, Mieke Telkamp. Ik möchte auch mal eine kleine Dummheit machen. Ich möchte auch mal eine Nacht im Himmel sein. Im Land der Liebe gibt's so wundervolle Sachen.
Warum soll ich nicht in das Paradies hinein? Ich möchte auch mal über alle Sorgen lachen. Nach einer zweiten, dritten, vierten Flasche Wein. Ich möchte auch mal eine kleine Dummheit machen und eine schwache Stunde glücklich sein. Mieke Telkamp met het ensemble Gerrit van Krevelen. Ik moet nu zeggen dat het een plaat is, want het koor waren de Eetgeuzen onder leiding van Lex Kassemeijer van de NCRV. Ga weg uit de AVRO-studio, blijf aan de Schuttersweg bij de NCRV. Ja, zo ging dat toen. Was nog niet zo ecumenisch, maar op de plaat kon dat altijd wel. Hier een medley opgenomen in 1953. Ich möchte auch mal eine kleine Dummheit machen van Fred Raymond. Oma en papa van Paul Burkhardt, het succes van Luz Ascia of Eddie Calvert. En Es wird ja alles wieder gut van onder andere Horst Heinz Henning. Mieke Telkamp die zong bij de formaties van Gerrit van Krevelen, maar ook bij de Zaaiers onder leiding van Jos Kleber. Net als de zingende omroeper Herman Emmink. Hij leefde van 1927 tot 2013. Was eerst de omroeper bij de VARA, maar men vond zijn geluid niet des VARA's. Dus in 1955 ging hij over naar de AVRO. Bleek dat hij leuk kon zingen. Debuteerde op 5 maart 1956 in het programma Een Lied en een Vleugel bij Peter Kellenbach. Die leefde van 1914 tot 2007. Ik denk dat dit een jaar later is. Een lied en een vleugel. Aan de vleugel natuurlijk Peter Kellenbach, terwijl het lied u vandaag wordt gepresenteerd door uw zingende omroeper Herman Emmink. Goedemiddag, dames en heren, namens Peter Kellenbach en mij. Dit programma zou ik willen beginnen met een vrolijke melodie uit de film Friendly Persuasion, waarin alleen maar eigenlijk gezegd wordt: lach, zing en wees vrolijk,
Maak eens een dansje, beentjes van de vloer tijdens een Indiana Holiday. Indiana Holiday, Indiana Holiday, laugh and love your cares away at the county fair. Time to shout and cheer again, polka time is here again, dancing with you dear again at the county fair. Round, round the floor we go, hop and skip and heel and toe, swing your lady o. For the lucky dance, so round, round the floor go we, play that take-a-lie-o-pee, whirl your curl like me, give romance a chance. Hey! Indiana Holiday, Indiana Holiday, love and love your cares away at the county fair. Shuckin' corn and huskin' bees, pumpkin pie and black-eyed peas. Who's that sitting on my knees? That's my Eloise. Anytime you're passing there, drop in at the county fair, and like me you'll have a gay Indiana holiday. Shuckin' corn and huskin' bees, pumpkin pie and black-eyed peas. Who's that settin' on my knees? That's my Eloise. Anytime you're passing there, drop in at the county fair, and like me you'll have a gay Indiana holiday. Indiana holiday. Dat was hem dan, die Indiana holiday. In elk geval vrolijk en heel opgewekt.
Op accordeon had ik Kleingeld, La Questra en zijn Latin Ballroom Orkest met Bonita Cataluna, eigen compositie van La Questra in 1957. Hij leidde ook het Typica Orkest en de Cha-Cha's. Dat was eigenlijk Willy Langestraat, klarinetist, leefde van 1914 tot 1995. Had ook een sextet met een beetje de stijl van Benny Goodman, waarbij ook Nelly Wijsbeck regelmatig zong in de late jaren 50. Herman Emmink prikken wij natuurlijk vast aan Tulpen uit Amsterdam in 1957. Volgende week hoort u hem tijdens Muzikaal Onthaal uit de Grote Avro-studio aan de Schravenlandseweg 5052. Het oude adres van de Avro, het nieuwe adres van uw RTI Hilversum. Over de ensembles van Tom Erich had ik het al een beetje. Hij leefde van 1911 tot 1978. Voeg daarbij Tom's Prairie Pioneers, Tom's Texas Troubadours, vanaf 1963 de Medley Players en als laatste Tom Parnasse. Hij leidde trouwens ook, en dat had ik toen niet vermeld in dat programma van Tom Erich, het Avro Diligence Orkest. Na de dood van Tom in 1978 geleid door Pierre Biersma. Annie Dreuver die zong bij de Vrolians van Tom Erich. In het uur wat ik aan Annie wijde, toen ze 1 januari op 98-jarige leeftijd overleed, had ik nog niet gedraaid dit liedje van Tom Erich en Paul Roda uit 1956, Want Eenmaal. Je ging van me heen naar een land ver van hier, daar wachtte een toekomst op jou. Ik wist het, je deed het niet voor je plezier, maar deed het voor mij toch, je vrouw. Hoe eenzaam ik ben, ach ik schreef het je vaak, jouw brieven zij gaven mij moed. Steeds lees ik de woorden die jij aan mij schreef, aan het einde komt alles weer goed. Want eenmaal is alles voorbij. Eens komt het weer zien, voor jou en mij. Dat wordt de allermooiste dag, dat wordt een feest. En dan vergeten wij de tijd die is geweest. Want eenmaal is alles voorbij. En schijnt de zon weer voor jou en mij. Dan zie ik je ogen en hoor je lach. Ja, eenmaal komt toch die dag. Annie Dreuver met de Vrolians onder leiding van Tom Erich. Als laatste natuurlijk het orkest De Zaaiers, genoemd naar het beeld op de buitenmuur boven de ingang van de Avro-studio aan de Schravenlandseweg, vervaardigd door Pieter Starreveld, geplaatst in 1951. Kort erop had je het orkest De Zaaiers van Jos Kliber. Dat speelt Show Me uit My Fair Lady, een opname 1959. Muziek van Frederik Leu en Ellen J. Lerner. Op www.muziekschat.nl vinden wij deze uitzending Crazy Rhythm, Should I, Oma en Papa en veel info over bijvoorbeeld Bob Scholte. Volgende week wat historische fragmenten, ook van de opening op 2 juli 1936 van de Avro-studio aan de Schravenlandsweg 5052. Bijzonder om in de omroepszaal te zitten van Ilse Wessel, Jan Boots, Lex Braamhorst, Henk van den Berg enzovoorts. Show me, tot volgende week!